zelfs Victoria Beckham kwam eraan pas om de Evoque aan de man te brengen. En mijn cameraman zei, moet je wel even uitleggen wie Victoria Beckham is? Dat is man van, nee, vrouw natuurlijk, van David Beckham, de voetballer. En een Spice Girl, voormalig Spice Girl. En wie luisterde vroeger niet naar Spice Girls? Ik moet bekennen dat ik waarschijnlijk de cd nog ergens heb liggen. Maar goed, dat allemaal te zijn. Ja, dit is wel een beetje een rijdend fashion statement. En ja, dat kan je natuurlijk heel negatief uitleggen. Of je kunt denken, oh ja, maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die dat gaaf vinden. Om een auto ook te kiezen op basis van looks. En natuurlijk ook wel een beetje imago, noem het allemaal maar op. En het is ook echt een enorm succes geweest, nog steeds, voor Range Rover. Dat is een, ja, echt een enorm betaalbare Range Rover als je het vergelijkt met die andere modellen die ze in het gamma hebben. Evoque is losjes gebaseerd op de Land Rover Freelander, maar dat maakt verder eigenlijk voor het verhaal niet zoveel uit. Motorenaanbod nog steeds niet heel erg ruim, ook nu nog niet, maar destijds ook bij de lancering een aantal diesels en slechts één benzinemotor. Zie je ook wel een beetje terug in het aanbod op Marktplaats. Staan er zo'n 180 te koop. Het merendeel is diesels. Handbak zie je ook niet zoveel. Was ook alleen maar leverbaar met de instap diesel. Dat is natuurlijk wel de voordeligste versie. Dus vandaar dat je misschien in Nederland nog wel wat veel ziet. Hij is overigens als cabriolet geleverd. Die is pas net uitgekomen. En als vijfdeurs SUV en een soort driedeurs coupé-achtige. En als je goed kijkt naar de daklijn, ook al van deze, die loopt een beetje af. Dus het is niet de meest praktische auto van de wereld. En die drie deurs, ja, die is eigenlijk nog weer wat onpraktischer. Je ziet het ook wel terug in het aanbod. Het merendeel is een vijf deurs. Nou, prijzen, het begint een beetje bij een 26.000, 27.000 euro. En het loopt op, behoorlijk op, tot zo'n 90.000 euro. Maar dan heb je het eigenlijk over vrijwel nieuwe auto's. Of helemaal nieuwe auto's zelfs. Evoque is zo'n interessante auto, want als je het hebt over aandachtspunten, hij scoorde vrij beroerd in sommige betrouwbaarheidsstatistieken, echt wel onderin. En als je dan verder gaat kijken wat voor soort problemen daar optreden, ja, dan zijn het weinig echt hele grote structurele dingen. En vooral veel kleine dingetjes die mis kunnen zijn. Dat kan net zo vervelend zijn als je natuurlijk net een nieuwe auto koopt, maar uiteindelijk natuurlijk niet waanzinnig kostbaar om te repareren als je zo'n Evoque tweedehands hebt gekocht. Wat zijn allemaal wat punten om op te letten? Nou, lederen bekleding. Er komen wat berichten voor dat hij dan toch wat slijtage gevoelig zou kunnen zijn. Dat zou ook een beetje van de kleur en zo afhangen. Het feit dat die driedeurs coupé niet heel ruim is, op die aflopende daklijn, maar ja, daar hebben we het net al over gehad, is wel iets om op te letten. Sowieso, het is geen ruimtewonder in Evoque. De kofferbak is niet waanzinnig groot voor het soort auto. Maar ja, daar krijg je dan betere looks voor terug. Dan qua onderstel zijn er een tweetal dingen om even op te letten. Deze auto ook heeft 20 inch. Ik vind hem op zich niet oncomfortabel, maar je hoort wel dan andere mensen dat dan toch wel wat minder vinden. Dus dat is misschien iets om tijdens een proefrit gewoon even uit te proberen van vind ik dit oké of heb ik liever kleinere velgen. Dan kunnen er wat bijgeluiden komen uit het onderstel. Dat zijn vooral stabilisatorrubbers, draagarmrubbers, dat soort zaken. Dan hoor je wat bonkende, rammelende geluiden kunnen optreden op slecht wegdek. Qua aandrijflijn zijn er eigenlijk ook weer weinig klachten. Op één ding na, de wat nieuwere Evoques vanaf modeljaar 2014 of 2015, zoiets. Die hebben een 9-traps automaat. En die 9-traps automaat, daar zijn al wel wat issues mee geweest. Bijvoorbeeld echt traag terugschakelen, dat die bak zeg maar langzaam reageert als je gas geeft of met de flippers iets doet, wat ook wel echt vervelend is. Er zijn allerlei software updates geweest, soms helpen die, maar bij een aantal Evoques blijven er dan toch gewoon klachten bestaan. Kan ook aan de klant liggen natuurlijk. Maar in ieder geval, als je zo'n 9-traps automaat in een Evoque hebt, zorg dan dat die software gewoon helemaal up-to-date is, hè? Want daarmee heb je dan waarschijnlijk toch de beste ervaring.
Dan een ander puntje. Airco kwam ik een aantal keer tegen dat die uit was gevallen bij ook nog relatief nieuwe Evoques. Is natuurlijk gewoon makkelijk te controleren. Draai die temperatuur gewoon helemaal naar beneden. En dan moet hij echt goed koude lucht blazen. Dat is natuurlijk het beste test als het buiten een beetje warm is. Want anders dan, ja, pakt hij gewoon de koude lucht van buiten. Maar een airco die echt laag staat en hard aan, dan voel je bijna pijn doen aan je vingers. Zo koud zou die feitelijk moeten zijn. Dan qua elektronica, wat interessante dingen die kunnen optreden. Diverse elektronische storingen. Sowieso ga je natuurlijk, als je deze video's af en toe kijkt, gewoon alles even uitproberen. En dit soort auto's zitten gewoon veel mogelijkheden. Maar die elektronische storingen die kunnen worden veroorzaakt bijvoorbeeld door een hoofdzekering die net niet helemaal goed vastzit. En dan zit daar een boutje en dat moet dan beter worden vastgedaan. Ja, en als die natuurlijk net niet lekker contact maakt, krijg je allerlei rare elektronische storingen. Hetzelfde geldt voor de achteruitrijcamera. Die een storing kan geven, waardoor er ook andere dingen uitvallen. Ja, het is heerlijk, het is allemaal aan elkaar gekoppeld natuurlijk. Als je die dan lostrekt en al die andere problemen zijn opgelost, nou, dan is het blijkbaar dat. Moet je een nieuwe camera module. Dus dat zijn van die dingen. Dan kan je een auto vinden die dus van allerlei dingen mis lijkt te hebben. En dan zit het in twee relatief eenvoudige zaken. Nou, dan deze Evoque. De kleurstelling vind ik echt geniaal. Ik stapte erin, toen dacht ik, ja, ik ben helemaal niet in de markt voor een Evoque. Waarschijnlijk ook nooit, maar ik vind dit echt een gave uitvoering. Rood van buiten, rood van binnen. De benzinemotor. En deze vonden we bij Breeland in Rotterdam. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.